Hoi, ik ben Sophie, ik ben 15 jaar en ik heb op 4 mei Tapto Signaal gespeeld bij de Nationale Kinderherdenking in Maturendam. De kinderherdenking is eigenlijk een beetje hetzelfde als de herdenking op de Dam. Alleen wordt alles gedaan door kinderen. De toespraak wordt gehouden door de burgemeester van Maturendam. Het Wilhelmus wordt gezongen door kinderen. Alles wordt gedaan door kinderen en in plaats van volwassenen. En daardoor worden kinderen dus meer betrokken bij de herdenking. Ik begon eerst met mijn pak aantrekken, want ik kreeg een tuigje aan. Omdat ik helemaal vastgemaakt moest worden van achter en van onder. Omdat het best wel smal is en het daar waait. Oh my god, zometeen moet ik. Voor 8 uur, dan stond ik daar al, denk ik, 10 minuten. Toen moest ik de hele tijd warm houden en dan kreeg ik een teken van binnenuit de vuurtoren wanneer ik dan mocht spelen. Goed, ik had zonder fouten gespeeld, dus dat was een hele opluchting daarna. Dat is toch altijd wel spannend, want ook al oefen je zoveel, het kan altijd gewoon nog fout gaan, al is het maar een klein nootje. Maar ik heb hem die dag ook heel vaak nog gespeeld, dus dat was fijn. Wij hebben het geluk dat we in vrijheid mogen opgroeien. Dat hebben sommige andere jongeren van onze leeftijd niet. En ik denk dat het vooral ook belangrijk is dat wij meekrijgen en ook de jongere kinderen, dat dit ook gewoon nooit meer mag gebeuren. En dat het niet echt is dat we in vrijheid mogen leven en dat er toch echt iets voor gedaan is. We hebben alleen maar de jongeren en de kinderen. Denk ik, bijvoorbeeld op de Dam zijn er wel de scouting, die legt de krans neer en er wordt één gedicht voorgelezen door jongeren en ik vind dat eigenlijk nog te weinig. Dat zijn vooral echt wel de oudere, volwassene mensen die de rest allemaal doen bij de grote herdenking. Ik denk dat dat nog wel meer door jongeren gedaan mag worden.